bepaalde nieuwswaarde krijgt. Bijvoorbeeld de bommenleggers destijds in Londen, die geregistreerd worden via camera's en metrostations en dat soort dingen meer. Die beelden die zijn kwalitatief natuurlijk absoluut belangrijk. Maar die krijgen op dat moment, krijgen ze door de impact van de gebeurtenis, krijgen ze een zodanige waarde dat niemand er meer om geeft wat de kwaliteit daarvan is. Datzelfde geldt bij bijvoorbeeld de man die je tijdens Koninginnedag met zijn auto in wilde rijden op de bus. Het is niet voor niks dat de foto van AD-fotograaf de zilveren camera heeft gewonnen dat jaar. Die foto die was gewoon qua compositie, techniek en alles was gewoon perfect in orde.